In een eerdere tip heb ik uitgelegd hoe het komt dat een keuzelijst bij een gegevensvalidatie soms wel en soms niet automatisch wordt bijgewerkt. In de beschrijving vind je een link naar deze videotip. Maar als er geen keuzelijst is, kun je wel altijd een keuze maken uit de huidige lijst die gebruikt wordt in die kolom. Als ik hier een groente wil invoeren, kan ik gewoon typen. Als het matcht met een van de andere opties, vult hij het vanzelf aan en hoef ik alleen maar op enter te drukken. Ik kan ook een keuzelijst krijgen met alt pijltje naar beneden en dan kan ik een keuze maken.